Dames en heren, we zijn hier weer te gast in de businessclub van de Landsteden Basketbal voor de traditionele nabeschouwing, in dit geval van de wedstrijd vanmiddag tussen de Landsteden Basketbal en Dona Groningen. In een bijna vol topsportcentrum. 900 toeschouwers met een tussenstand van 14-14. Een opvallende ruststand van 50-33. Het derde kwart was 64-54 en uiteindelijk 81-83 in het voordeel van Groningen. Aangeschoven zoals gebruikelijk bij de coaches. First of all, welcome to the coaches Kelly of Groningen for joining us for the short press conference. En uiteraard welkom Herman. First of all, congratulations with this victory. I can imagine that after this week you are very satisfied with this, especially the second half of this game. Yes, I think it was a very tough game. I think that Zwolle had a huge advantage in the second quarter. They played really great. We couldn't find solution to stop them. They have been overplaying us inside, outside, with three-pointers. They had a huge percentage in the second quarter. We received 36 points more than we scored in the whole first half. So to be honest with you, I haven't been really optimistic on halftime. Fortunately for us, we found some energy in the second half. We started to play better, and this is a basketball. Very often when you have a comfortable lead, when the players are thinking that then that is practically over, like it was looking, then you know, then some shots are not going in. For us, in situation where we have been minus 17, we have nothing to lose. Game was already done. So all pressure was on Zwolle, and then we came back, and then at the end we have been a little bit more lucky than Zwolle, and we had the football. But what did you tell your players during halftime? 56. You don't want to hear it. This is not something for them. This is between me and them. What was the key in the? Because excuse me, it's not a question that they don't know how to play. It's not a question just problem was our approach, problem was our energy, problem was our approach, and if you don't have that, you cannot play basketball, doesn't matter how good you are. Thank you. Herman, hoe kijk jij terug op deze wedstrijd? Nou ja, we zijn met twee gezichten. Ik vond de eerste helft dat we heel goed spelen en dan in het tweede kwartaal heel veel ballen maken, maar 33 punten tegen. Dat was denk ik de sleutel voor de wedstrijd, of de sleutel voor de helft. En dat hebben we in de rust ook gezegd, dat als we de tweede helft maar blijven verdedigen, is dat de kans groot is dat we de wedstrijd winnen. En de eerste helft 33 punten tegen en de tweede helft 50. En we hadden heel veel moeite met de ballscreens die ze zetten. De eerste kwart hadden we, de eerste helft hadden we 19 stops en de tweede helft hebben we de 14. Ook rebounders vond ik Groningen wat beter en wat alerter. Dat is een hele zure, heel zuur verlies. Omdat ik dacht dat we bij Vlaven heel goed basketbal speelden. Maar de tweede helft, op dat we de voorsprong gingen spelen, op dat we wilden verdedigen. In mijn beleving stonden we nog steeds 16 of 17 voor met nog 15 minuten te gaan. Maar het tempo was er wat uit. We wandelden de bal op in plaats van dat we dat snelheid maakten. Maar goed, daar praat ik over aanval. We hebben 81 punten. En als je 81 punten maakt in een thuiswedstrijd, dan hoor je eigenlijk de wedstrijd winnen. Dus 83 punten tegen, maar van 50 in de tweede helft, dat is veel te veel. En ik dan toch moet kijken naar details. Ik denk de eerste helft hadden we twee keer balverlies en de tweede helft 8. Dus dat zal ons ook niet geholpen hebben. Elk bedoel nog eigenlijk was een puntje wedstrijd die beide kanten op kon. En, maar goed, Groningen, gefeliciteerd met de overwinning. En uiteindelijk denk ik terecht gezien hun tweede helft. Tot aan het derde kwart, begin vierde kwart, was 64-54. Leek er nog niet zo heel veel aan de hand. 10 punten voor. Ja, we 10 punten voor staan met een kwart te gaan met een goede ploeg. Dan zeg je. Je hebt de boel voor elkaar. En je gevoel is, de eerste helft sta je 17 voor en het begin vierde kwart sta je 10 voor. Het gevoel, zeg je, is dat je minder aan het spelen bent. Dus eigenlijk ga je naar het scorebord kijken, terwijl je moet spelen voor het spel. Maar neem niet weg dat we heel veel moeite hadden om stops te maken. Zij scoorden bijna uit elke aanval, daardoor kwam de druk op onze aanval. In de eerste helft vond ik dat we de bal wat sneller deelden. In de tweede helft hadden we bal verliezen. Maar nogmaals, als je 81 punten maakt, dan hoor je een wedstrijd binnen. Coach Kane, this can be a very important victory for the third or fourth place in the competition. Yes.
Yes, that can. This can be. I think that Zvola is now better if we are equal. I think that average is on their side. I'm not sure. I didn't check that. Yeah, that's right. I think so. I think that we need what, 5 points? No, I think we needed three. Three? Yes. So something like that. Yeah. Two is not enough. Yes, that can be important. But also, I think that we have some very important games in front of us, especially Leiden at home, then Bosch on the road, which is not going to be easy. I think that Zvola is also playing with the same opponents, and I think that in these games is going to be decided. Honestly, for me, I'm proud that we won this game, but there is no big. We know already that we have to play quarterfinal round, that one team will play Rotterdam, other team is going to play Leeuwarden, and I don't think that there is any difference between these two teams. So, it's not that we are really, you know, trying to be a third or fourth. It would be nice to be better placed, but I think that the most important thing will be quarterfinal of the playoff. Another thing is that next week you have to play the cup final here in Zwolle. Yes. We are coming back, of course. This victory, I would say, is very important. It's more important for our mental condition and for our confidence before this game than maybe for a ranking in the competition. I think now that this victory is going to give us confidence before that game. That's a very important game for us. It's a final in the season, so we are playing for a trophy. So that's something everybody likes. We are looking forward to the game. Herman, volgende week hebben we Ares uit in Leeuwarden. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, we hebben nog 7 wedstrijden hierna. Van 2 keer Den Bosch. We spelen Den Bosch thuis en Leiden thuis. We spelen Rotterdam en Leeuwarden uit. Nou, dit is een van de 2 ploegen die we in de playoffs ook gaan tegenkomen. Dit is de puntjes op de i gaan zetten. Zorg dat we fit blijven. Zorg dat we de juiste mindset hebben. En ik vind dat er bij Vlagen dat het er goed uitzag. We moeten kijken naar de lapses die we hebben. En daar hebben we de hele wereld tijd voor. Zijn er nog vragen van aanwezigen hier? Ja, ik heb wel een vraag. Is er ook een kwestie van conditie? Want ik denk dat jij minder spelers hebt ingezet dan Groningen. Herhaal even de vraag. Is er sprake van conditie? Probleem, gebrek? Ja. Maar is het conditiepunt? Joe is ziek. Die elke wissel hangt die boven een afvalemmer, die zal zich niet geweldig gevoeld hebben. Maar hij heeft er niks over gehad, ik zag dat gebeurde. En JT is ook ziek geweest deze week, dus misschien heeft dat meegespeeld. Maar goed, dat doet niet af, ik kom 17 punten voor. Dat doe je ook terwijl je ziek bent. Dus het gaat meer, denk ik, om de technische aspecten van het spel. En op het eind voelen mensen de benen wel die ziek zijn geweest, maar ik wil dat niet herkennen. Het zijn basketballers die de hele dag spelen en eigenlijk speelt dat niet. Maar bij de minuten valt mij veel dat. Want bij hun spelen mensen 39 minuten en 36 en bij ons speelt de meeste 29. Dus in die zin vond ik dat wel aardig verdeeld aan. Maar nogmaals, Joe hing boven een afvalemmer en JT was ziek van mij. Andere vraag? Dankjewel. Dan dank u zeer voor je aanwezigheid. Coaches, bedankt voor uw commentaar. Lot of succes next weekend hier in Zwolle. We'll see you again. Thank you. Thanks. Coach, all the best. Dank voor uw aanwezigheid en graag tot volgende week zondag tijdens de cup final of anders hier op 4 april om 7:30 tegen ZZ Leiden. Dank u wel.